Ik hoor drie keer Bas. Nou, dat is heel, jij hoort spoken. En vriendinnen, welkom bij de leukste club van Nederland, de Hobby Club. En hier zijn uw presentatoren Jesper Kleinen en Mitchell Dobbelaar. Ja! Oeh! Ja, jullie zullen ons nu vast wel niet zien. En dat kan wel kloppen, want wij zijn geesten geworden. Ja! Kleuke televisie. Wat vermoeiend dit ook. Hoe oud zijn we? Oh, alles afgelezen. Nou goed, ja, jullie hebben gisteren gezien hoe wij aan het ghost hunten waren. Ja. En ja. Jullie zagen dat er niet echt veel was gebeurd. Nee, maar we kunnen vandaag het tegendeel bewijzen. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Dat is echt waar. Laten we even gaan kijken naar deze video. Mits! Ja? Ik heb mail. Van wie? Van ons aller Pieter. De ghost hunter. Ja, ghost hunter Pieter. Ja. Oh, ik ben wel benieuwd. Audiofragmentjes. Ja. Oké. Okay. Okay, hier schijn je Frederik te horen. Kijk hoor. Hoe heet dit voort? Ah, nee. Je hoort het wel aan hoor. Gaat je hoort het wel. Eerlijk. En hier hoor je Mitchell en Bas. En Bas. Nog een keer Bas. Gast, je hoort twee keer Bas. Nee, je hoort voor maar één keer Bas. Nee, je hoorde eerst en Bas. En daarna nee, hoor je nog Bas. Volgens mij hoor je dat niet. Volgens mij bedoel je dat niet. Oh. Ik hoor drie keer Bas. Nou, dat is heel. Jij hoort spoken. Oh, wat is okay, dit? Ja, hier heeft hij zo'n heel dingetje erbij gedaan. Ghost Box sessie nummer 1. Wacht. Dit is Frederik. Goedenavond, lieve vrienden. Er is iemand aanwezig die met ons een gesprek wil voeren. Altijd. Er is iemand aanwezig die met ons een gesprek wil voeren. Ja. Ja, ons wenskip was het naam geven. Ja, maar. Oké. Ik bedoel, jij was sceptisch, omdat jij niet wist wat je moest horen. Ja, maar nou in dit laatste gesprek, ja. Dat goedenavond, ja. Dat is gewoon van een radiofragment. Ja, dat lijkt me. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dus dan is dat toch niet iets bijzonders, dan is dat toch gewoon een toevallig moment. Ja, maar zijn al die dingen dan een toevallig moment? Bijvoorbeeld dat Frederik. Oké, dat Frederik vond ik dan wel apart, maar... Want het was Fort Prins Frederik. Ja. Ik vind het wel nice dat hij dit ons toestuurt. Nu... Het gaat je wel een bevestiging. Ja. Vet. Nou, toch spannend. Ja, nou. Wil jij erover meepraten? Dat kan. Hashtag de hobbyclub. Moet je vooral even doen. Ja, doe dat. Ja. Nou, terug naar de studio. Ja. Ciao. Nog één keer luisteren. Serieus, hoe kan dat nou? Oké, het is wel gek, want we hebben daar dus niks gehoord. En nou hebben we wel wat gehoord. Wil jij nou lekker meepraten over dit hele ghost hunt gebeuren? Ja, wie vind jij een spook? Dat is de vraag van gisteren. Laten we het daar nog steeds over houden. Leuk. Wie vind jij nou echt een spook? Ik vind een spook. Ja, hieronder kun je dat allemaal kwijt. Kan je dat zeggen, wie je een spook vindt. Maar dat kan ook via hashtag de hobbyclub. Ja, inderdaad. Vergeet even niet te abonneren. En kijk lekker de vorige video's. En ik zeg, tot de volgende week. Ja, de laatste week alweer, man. Het is wel heel snel gegaan. Ja, het ging echt rap. Ja. Rap. Nou goed, ik zeg... Polonaise. Salonaise, mag dat wel?